nieuwe aflevering van Kikker TV, leerzame televisie voor en door kinderen. Nou, vandaag gaan we het hebben over de middelbare school en hoe je daar het beste op kan voorbereiden. En we gaan het hebben over wijken, maar natuurlijk niet voordat we deze vier gezellige meiden hebben voorgesteld. Dus ik begin even bij jou. Ik ben Nancy. Ik ben Aisla. Ik ben Jennifer. En ik ben Gina. Alright, en dat is Engels voor? Oké. Nou, dan kunnen we mooi verder gaan. Hey, jullie hebben besloten dat jullie graag een reportage wilden maken over de middelbare school. En nou zitten jullie nog niet op de middelbare school. Want welke groep zitten jullie? Zes en zeven. Nee, we zijn allemaal zes. Jullie zijn allemaal zes. Ja. Maar de groep heet zes en zeven. Precies. We zijn een combiklas. Jullie zijn een combiklas en daar hebben we het natuurlijk vorige week ook al even over gehad. Maar jullie wilden toch wel heel graag over de middelbare school een reportage maken. Waarom eigenlijk? We vinden het gewoon best wel interessant, want we gaan bijna eigenlijk naar de middelbare school en dan heb je nog wat tips. Dus jullie waren eigenlijk heel benieuwd? Ja, en je kan je ook nog voorbereiden, dan weet je al wat er allemaal gaat gebeuren. Zijn jullie al op middelbare school geweest? Nee. Ik ben één keer geweest. Eén keer? Oké. En bij welke middelbare school ben je toe geweest? Van Prinsstraat. Oké. En was het een leuke middelbare school? Ja. Nou, mooi. En waar waren jullie zo al benieuwd naar? Hoe je boeken kan pakken en hoe je dat makkelijk en snel kan doen. Oké. Of je alle boeken tegelijk mee moet nemen naar een klaslokaal. Of ja, dus dat je helemaal een breuk sjouwt met al die boeken of dat je daar wat anders mee kan. Nou, laten we maar gauw gaan kijken naar de reportage die de kinderen van de Sint-Jan hebben gemaakt over het voorbereiden op het brugpieperleven. Reportage. Hoi! Waarschijnlijk zit je net als wij op een Schiedamse basisschool in groep 6, 7 of 8. En misschien sta je nog niet bij stil, maar over een poosje moet je wel echt naar de middelbare school gaan. Maar hoe gaat het er dan aan toe op zo'n middelbare school? En hoe kan je nou het beste voorbereiden op het leven als brugpieper? Om dat uit te zoeken zijn wij voor jou op onderzoek gegaan. Wist je dat? Je verschillende niveaus hebt op de middelbare school. Zo kan je bijvoorbeeld naar het VMBO, de HAVO, het VWO of naar het praktijksonderwijs. Wist je dat? Je op de middelbare school net als nu gewoon in de klas zit. Maar voor elk vak moet je naar een ander lokaal. En voor elk vak heb je een andere docent. Wist je dat? Een stevige rugzak, een echte must-have is op een middelbare school. Je hebt namelijk ook voor al die verschillende vakken ook verschillende boeken nodig. Die je zelf moet meenemen, maar die gelukkig wel in je kluisje kwijt kunt. Natuurlijk kunnen we veel meer wistjedatjes over de middelbare school vertellen, maar we kunnen er beter een expert in vliegen. Hé hey Reza, wat een toeval, we zitten hier met niemand minder dan Maaike. Huh? En Maaike ken je misschien al, want zij is een van de vele presentatrices van Kikker TV. Maar zij zit ook op de middelbare school. Op welke middelbare school zit jij? Ik zit op het Stedelijk Gymnasium Schiedam in de zesde klas al. Het is dus al een poosje geleden dat je zelf ook in de brugklas zat. Maar hoe was het leven in de brugklas? Nou, ik vond het vooral heel leuk in de brugklas, want je leert allemaal nieuwe dingen en je gaat elke keer van lokaal naar lokaal. Dus het is heel anders dan op de basisschool. Dus het is vooral heel leuk en nieuw en spannend. Hoe kan je je volgens jou het beste voorbereiden op een brugpieperleven? Nou, ik denk dat je gewoon vooral moet zorgen dat je er heel veel zin in hebt. Dus ik ging naar de stad en ik ging allemaal nieuwe spulletjes kopen. Dus een nieuwe etui en een agenda. En toen had ik eigenlijk al heel veel zin in. Krijg je veel huiswerk op de middelbare school? Ja, je krijgt best veel huiswerk, maar je kan het wel gewoon allemaal doen. Het is wel realistisch, dus hoef je er geen zorgen om te maken. Hoe kan je het beste voorbereiden op een toets? Nou, vooral op tijd beginnen met leren, niet alles op het laatste moment. Want dan krijg je stress en dan lukt het helemaal niet meer. Moet je speciale kleren dragen op de middelbare school? Nee, je hoeft geen speciale kleren te dragen. Je kan gewoon lekker dragen wat je zelf wil. Straks als wij klaar zijn op de show, moeten wij natuurlijk ook een middelbare school gaan kiezen. Heb je nog tips over hoe je het beste middelbare school kunt kiezen? Nou, als je nou heel erg twijfelt, dan moet je vooral gewoon lekker naar alle open dagen gaan. En de meeste scholen hebben ook meeloopdagen, dus dan kan je gewoon een dagje de middelbare school meemaken. En dan ben je er meestal wel uit. En nog een vraag. Welke schoolspullen heb je allemaal nodig voor de middelbare school? Nou, je hebt best wel veel spullen nodig. Je hebt een etui nodig en een rugzak, een pennen, schriften en natuurlijk kafpapier om je boeken mee te kaften. Maar moet je natuurlijk wel weten hoe je dat nou moet doen.
En laten wij dit precies nou uitleggen in dit Do-It-Yourself filmpje. Boekenkaften, wat heb je daarvoor nodig? Een kaftpapier, schaar, een plakband en natuurlijk een boek. En dan gaan we beginnen met het kaften. Stap 1. Rol het kaftpapier uit en leg het boek opengeslagen op het kaftpapier. Knip het kaftpapier af en zorg dat de rand is van 5 tot 10 centimeter. Stap 2. Vouw de randen van het kaftpapier om het boek heen. Let goed op dat het kaftpapier er goed strak omheen zit als het boek dicht is. Stap 3. Knip bij de rug van het boek het kaftpapier in. En vouw dit naar binnen. Stap 4. Vouw nu de randen rondom de kaft van het boek en plak deze vast met een plakbandje. Let goed op de vouwranden, dat ze niet te strak of te los omheen zitten. Stap 5. Als je het echt goed wilt doen, dan plak je er een etiket op met de naam van je vak. En tada, nu is je boek gekaft. Wil je nog meer te weten komen over de middelbare school? Kijk dan eens bij Open Dagen. Of lees over het brugpiepenleven in het boek Hoe overleef ik de brugklas? Doei! Nou, heb je even niks te doen, dan weet je nu in ieder geval hoe je je boeken moet kaften. Dus in het weekend kan je lekker ermee aan de slag. Lekker al je leesboeken en je stripboeken allemaal even kaften. Hey, hebben jullie nog meer leuke do-it-yourself creatieve ideeën voor wat je allemaal kan doen met je spullen voor de middelbare school? Nou, ja, de rugzak te geven, wat stickers opplakken en hangertjes aan hangen. Leuk. En dat kan allemaal. En dan heb je je eigen rugzak eigenlijk gemaakt. Dus dan heb je geen standaard rugzak, maar eentje die helemaal gepimpt is. Nou, goed idee. Zijn er nog meer? En je kan ook je pen oppimpen. Dan kan je stickers en je naam erop schrijven en zo. Dat is ook wel handig, want dan weet je zeker dat het altijd jouw pen is. En niet dat je buurman jouw pen heeft gebruikt en denkt, nou, dit is mijn pen. En een notitieboekje, die kan je eigenlijk niet kaften. Dus kan je de voorkant bijvoorbeeld met je naam opschrijven, zodat je weet dat die van jou is. En kan je hem ook nog leuk maken met stickers eromheen. En nog meer leuke dingetjes, dingetjes bijvoorbeeld. En bij je werkboek kun je bijvoorbeeld je naam opschrijven en dan kun je allemaal hartjes erop maken. Want je hebt een kaftpapier omheen en dan kun je allemaal dingen erop schrijven. Oh, dat is ook wel een leuke. Dus je kan natuurlijk je boek gewoon kaften. Maar je kan daarna ook nog je kaftpapier opleuken door er van alles op te tekenen. Ja, nou ja, Luna die zit zelf op de middelbare school. Luna, heb jij misschien nog leuke do-it-yourself tips? Misschien je etui. Kan je ook nog iets leuks mee doen? Kan je nog leuke dingetjes opplakken? Of naaien? Naaien, ja. Moet je dat wel kunnen. Ik kan het zelf niet. Maar, dat kan je inderdaad ook doen. Ja. En wat ook altijd handig is, zorgen dat je alle spullen van tevoren hebt. Dus geodriehoek voor wiskunde en dat soort dingen. Oh ja. Ja, dus die moet je ruim van tevoren gaan halen. Ja, zeker. Van die handige tip van Luna gaan we door naar de tip van de week. Tip van de week. Als je boeken leuker kaft, dan heb je misschien meer zin om je huiswerk te maken. Zoals jullie misschien wel weten, heeft Schiedam een kindergemeenteraad. En die doen allemaal onderzoek naar allemaal verschillende onderwerpen. En dan geven ze ook adviezen aan de volwassen gemeenteraad over dat soort onderwerpen. Nou, dus het laatst hebben ze onderzoek gedaan naar kindvriendelijke wijken. Wat denken jullie dat ze daarmee hebben onderzocht? Ja. Doelen? Ja. Dat misschien kunnen ze wel wat meer speelplaatsen neerzetten. Dat ze een speeltoestellen kunnen neerzetten. En dat je gewoon rustig aan kan spelen. Niet dat er gewoon auto's rijden of zo. Ja, ja. Dat het wat veiliger is, echt. Ook voor kinderen. Ja, en dat de volwassenen gewoon normaal doen tegen de kinderen. Ja, joh. Jullie nieuwe schoolplein op Sint-Jan, die is vernieuwd, toch? Ja.
Is die nu ook kindvriendelijk, zeg maar? Nee. Ja? We hadden ook een keertje bij een waterfeest. Gingen we allemaal met waterpistolen en bakken water. Oh, dat is echt heel leuk. En ook met carnaval gaan we soms buiten. Carnaval? Carnaval. Oh ja. Maar er worden ook leuke dingen voor jullie georganiseerd. Ja. Ja. En wat maakt een wijk nou nog meer kindvriendelijk? Want jij zei al, in ieder geval dat er speelplekken moeten zijn. Jij zei, dat zei je ook al, het moet ook wel veilig zijn dan op die speelplekken om daar te spelen. Maar wat maakt een wijk nog meer kindvriendelijk? Wat hebben jullie nodig als kinderen in een wijk? Dat je vrienden hebben. Als je niemand hebt, kan je ook bijna niks. Dan moet je bijvoorbeeld gewoon ook alleen op de speelplekken spelen. Ja? Een speelplek dat je gewoon lekker jezelf kan zijn en dat je gewoon vooral kan spelen. Ja, zodat je ook een beetje de ruimte hebt om te kunnen spelen. Oké. Niet dat je met z'n allen op één glijbaan zit of zo. En als je daar denkt aan voorzieningen, want ze hebben het ook gehad over voorzieningen. Weet iemand wat dat is, een voorziening? Nee. Dat is dan handig dat we daar een reportage over hebben. En daar gaan we nu naar kijken. Reportage. Bijeenkomsten lang verdiepte de kindergemeenteraad zich in het thema wijken. Een super interessant thema waar jij misschien mee te maken hebt, maar de kindergemeenteraadsleden natuurlijk ook omdat zij zelf wonen in een wijk in Schiedam. Uiteraard wisten de kindergemeenteraadsleden al een hele hoop over wijken, maar er viel ook nog een heleboel te leren. Zo leerden zij bijvoorbeeld in de eerste bijeenkomst over voorzieningen. En nu zie ik je denken, voorzieningen, wat zijn dat alweer? Nou, bijvoorbeeld in de wijk Centrum, een restaurant. De kerk. Winkels. En natuurlijk de bibliotheek. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de kinderen van de kindergemeenteraad keihard nagedacht over wat nou voorzieningen zijn in hun wijk. Zo ook Julia en Giovanni. En wat waren nou eigenlijk jullie bevindingen? We hebben de grote kerk en het station. En we hebben ook nog het theater in Oost. En we hebben genoeg winkels en woningen. Sommige zijn jammer genoeg leeg. En we hebben genoeg scholen en speelplekken. Als kindergemeenteraadslid ontmoet je ook heel veel belangrijke mensen die iets te maken hebben met wat er gebeurt in Schiedam. Nou, zo kwam wethouder Mario Stam in de tweede bijeenkomst langs om iets te vertellen over kindvriendelijke wijken. Maar, Julia en Giovanni, nou ben ik wel benieuwd, wat heeft hij dan precies verteld? Hij vertelt over kindvriendelijke wijken en dat kinderen ook hun eigen mening moeten hebben over hun eigen wijk. Maar waarom is het dan zo belangrijk dat kinderen ook hun mening mogen geven over kindvriendelijke wijken en voorzieningen? Mensen denken altijd dat hun weten wat kinderen leuk vinden voor in de wijk. Maar eigenlijk is dat niet zo. En als kinderen hun eigen mening geven, dan weten ze precies of ze het wel leuk vinden of niet. Maar ja, Julia en Giovanni, wat maakt een wijk dan precies kindvriendelijk? We hebben vier punten die een wijk echt kindvriendelijk maken. En dat is verkeer, voorzieningen, woningen en speelplekken. Maar hoe zit het dan precies met kindvriendelijkheid en verkeer en speelplekken? Met verkeer is het belangrijk dat het niet te druk is. En het is dat het veiliger moet zijn voor kinderen als ze willen oversteken. En met speelplekken moet het niet te donker zijn. Als het buiten niet meer licht is, dan moeten kinderen zich nog wel veilig kunnen voelen. En dat er geen ongewenste mensen in komen. En hoe zit het dan met woningen en voorzieningen? Met voorzieningen is het belangrijk dat mensen elkaar beter leren kennen en dat ze goed bereikbaar zijn. En met woningen is het dat de woningen er mooi uitzien voor een betere sfeer. Natuurlijk heeft de kindergemeenteraad niet alleen maar les gekregen, maar zijn ze ook op excursie geweest om onderzoek te doen hoe het nou zit met die kindvriendelijke punten in de wijken Groenoord en de Gorzen. Maar ja, hoe zagen die excursies nou zo ongeveer uit? We zijn met wijkagenten Groenoord ingegaan en daar hebben we onderzocht dat er veel hoogbouw, oftewel flats zijn, weinig winkels en er is een activiteitencentrum, het zimmertje waar oudere mensen elkaar kunnen ontmoeten. Voel je je eigen dan wel of niet veilig? En hoe was het in de Gorzen? In de Gorzen zijn heel veel oude gebouwen. En het is heel rustig op straat, niet zoveel verkeer. En iedereen kent elkaar daar wel, omdat het is heel klein en daarom kent iedereen elkaar wel. Ja, en na zo'n onderzoek in de wijk is het natuurlijk heel belangrijk om te bedenken, wat zijn nou de overeenkomsten en de verschillen tussen die wijken? En wat waren nou de overeenkomsten en verschillen tussen de wijken Groenoord en de Gorzen? Gorzen zijn heel veel oude gebouwen. En iedereen kent elkaar daar wel omdat het klein en compact is.
Het is heel rustig op straat met weinig verkeer. En het verschil tussen Groenert is dat er heel veel laagbouw is. Oké, en als je de Gors nou vergelijkt met jullie eigen wijk, Oost? Een verschil was dat het daar veel rustiger is dan in onze wijk. En er was ook veel meer groen dan in Oost. Ja, dus eigenlijk kunnen we wel stellen dat iedere wijk in Schiedam zijn eigen karakter heeft. En zijn eigen voorzieningen natuurlijk. Ja, en hoe gaat het nu verder, vraag je je af. Nou, de kinderen van de kindergemeenteraad zijn nu hard bezig om alle kennis die ze hebben opgedaan tijdens de lessen en de excursie en de adviezen die ze hebben gekregen van de kinderen die democratielessen hebben gehad, samen te voegen tot een advies voor alle wijken van Schiedam, dat zij uiteraard gaan presenteren tijdens het gesprek met de stad. Ben jij nou ook zo benieuwd naar de adviezen van de kindergemeenteraad over jouw wijk of de wijk van een vriendje of een vriendinnetje? Kijk dan binnenkort naar Kikker TV, want ook van het gesprek met de stad hebben we een mooi verslag gemaakt. En het werd dus al gezegd in een reportage, naar aanleiding van het onderzoek wat de kindergemeenteraad heeft gedaan en de adviezen die zij kregen van de kinderen die democratielessen hebben gehad, hebben zij dus de stad een advies gegeven over elke wijk. Nou, in welke wijk wonen jullie meiden? Ik woon in Oost. Ik woon ook in Oost. Ik ook in Oost. En ik in Nieuwland. Ah, kijk. Nou, dus 3 experts uit Oost en 1 expert uit Nieuwland. En nou, welke adviezen zouden jullie naar de kindergemeenteraad hebben gegeven over jullie eigen wijken? Wat vinden jullie belangrijk als het gaat om kindvriendelijke wijken, dat het bij jullie in de wijk is? Dat het veilig is. Oké. Okay. En dat het voor kleinere kinderen ook schoner wordt, want nu is het alles in hun mond. Ja, dus het moet schoon zijn op straat en het moet veilig zijn. En hoe zou daarvoor gezorgd kunnen worden? Schoonmaakploegen. Ja, dat is een hele goeie. En af en toe kan je het zelf ook een beetje schoonmaken als je zelf doet. Precies. Je eigen rommel opruimen en ja, er misschien voor zorgen dat als je iets op straat ziet liggen, dat je het even opraapt en het weggooit. Toch? Ja. Ja. Heel goed. Zorg dat er dan ook genoeg afvalbakken zijn, dat je het weg kan gooien. Ja, dat is maar. Dat vind ik eigenlijk niet. Dat is niet zo netjes als je dan op straat gooit. En hoe is het dan in Nieuwland? Nou, achter bij ons in het speeltuintje is er ook een huisje. Maar daar zijn ook wel veel spinnenwebben. En het is wel leuk, maar alleen als je echt als je het ziet. Maar er is ook een draaistoel. En daar is een klimrek, maar voor de rest is alleen maar gras en heuvels. Maar het klinkt wel als een leuke speeltuin. Ja, maar dit is echt alleen als je het ziet. En niet veel kinderen spelen daar. Alleen heel weinig. Oké. Dus wellicht moet er iets gebeuren aan de speeltuin waardoor die nou, wat leuker wordt. Oké, nou, dat is een goede tip. Zijn er verder nog tips die jullie de kindergemeenteraad mee zouden geven over Oost of Nieuwland? Misschien dat je speeltuin nog leuker kan maken met bijvoorbeeld een glijbaan of schommels. Dat het niet zo saai is, alleen dan met heuvels, maar dan kan je nog een paar leuke activiteiten erbij, zoals klimrekken en zo. Oké, nou, dat is een handige tip. Ja, en van daaruit gaan we door naar iets heel anders, namelijk het proefje. En die gaat Elling presenteren live, nou ja, niet helemaal live, vanuit het Schravenland. Wieneke, can we try this at home? Yes, you can try this at home. Wel even aan je vader of moeder vragen natuurlijk. Met een proefje. Is er thuis iemand jarig en weet je waarom zelf ballon op te blazen? Luister goed, want ik heb hier een trucje. Wat heb je hiervoor nodig? Een flesje. Twee theepels gist. 1 ballon. 2 theepels suiker. 1 trechter. En 1 glas water. Warm. En nu het stappenplan. Eerst knip je de plakje en draai de fles open. Ik pak dan de gist. Knip ze even open. Even goed doen. Erin doen. Doe er dan 2 eetlepels suiker bij. Doe dan het water erbij.
En dan de dop erop. En schud dan zo hard als je kan. Haal dan de dop eraf. Pak dan de ballon. En probeer die er met altijd wat gefriemel eroverheen te doen. En dan moet je even een half uurtje wachten. Oh, kijk eens aan. Hij is al groot genoeg. Kijk, hij is helemaal vol. En nu kan je dus gebruiken als een partyballon. En hoe kan dit nou? Dat kan omdat gist is een schimmel en die leeft en die voedt zich met suiker. Op het moment dat hij zich vol heeft, dan laat hij gas uit, net zoals wij. En dat vult de ballon. Dat is trouwens ook hoe deze gaten in de boterham komen. Als jij nog een idee of een vraag hebt voor een proefje, stuur het dan naar dit adres en tot de volgende keer. Lieneke, hoe laat is het? Even kijken hoor. Tijd voor de kijkersvraag. De kijkersvraag. Ik ben Martina, ik ben 10 jaar en mijn vraag is... Wie woont het langst in Schiedam? Dag Martina. Dank voor je vraag. Het is een interessante vraag die moeilijk te beantwoorden is. Je had gevraagd van welke Schiedammer woont het langst of wie woont er het langst in Schiedam? Nou, die vraag kun je op verschillende manieren benaderen. Je kunt zeggen van, kunt onderzoeken van wie is de oudste Schiedammer en laten we hopen dat die oudste Schiedammer heel erg lang in Schiedam woont. Nou, daarvoor ben ik op zoek gegaan. Alleen helaas, er zijn een aantal honderdjarigen in Schiedam, helaas... Die 100-jarige woont niet, ook al zijn of haar leven lang in Schiedam. Dus in die zin is die vraag niet goed te beantwoorden. Ik had iemand die 102 jaar oud is, maar die woonde 77 jaar in Schiedam. En ik weet zeker, er zijn mensen die wonen, Schiedammers, die wonen nog langer dan die 77 jaar in Schiedam. Ik heb geïnformeerd bij collega's van kunnen zij misschien... iemand ontdekken die langer dan die 77 jaar in Schiedam wordt. Nou, dat was zo moeilijk te achterhalen en zo tijdrovend. Dus daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Ja, en het zal je niet verbazen, maar er is ook weer een nieuwe kijkersvraag ingezonden. De kijkersvraag. Ik ben Jelina, ik ben 10 jaar en mijn vraag is... hoe oud moet je zijn om te beginnen met de middelbare school? Jij nou het antwoord op deze vraag? Of heb je een nieuwe vraag waarvan je altijd al het antwoord hebt willen weten? Stuur het dan naar dit adres. Super tof dat jullie vandaag in de studio waren met ons. We hebben het gehad over voorbereiden op middelbare school en over kindvriendelijke wijken. Ja, en voordat we de aflevering gaan afsluiten wil ik nog één dingetje zeggen. Want je hebt namelijk nog maar anderhalve week om je grote textielslag te slaan voor Afval de Game Textiel. Dus, heb je nog toffe acties? Maak een foto, maak een filmpje, deel dit met ons. Ja meiden, dit was de aflevering van Kikker TV dan. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Dus dan zien we jullie hopelijk weer. Tot dan! Doei! Bye.